Goedemiddag allemaal. Dank jullie, dank jullie, dank jullie wel voor alle donaties. De hoeveelheid, de gulheid, de tips en de complimentjes die ik heb ontvangen. We hebben inmiddels 30% van de crowdfunding behaald. En dat is echt meer en sneller dan ik had verwacht op dit moment in de campagne. Dus dank, dank je wel daarvoor. En ik ben heel blij om te zien dat mijn doel van het eigenlijk het creëren van een online community waarbij mensen elkaar kennis gaan geven, gaan uitwisselen, dat dat nu al op gang komt. Ik heb al heel veel tips, heel veel verhalen gekregen van mensen. En de eerste blouse hangt klaar in het atelier van Annemieke. Dus we zijn al heel erg op schema. En om het een beetje te vieren dat het zo goed gaat, heb ik nog een kleine aanvullende actie bedacht. Als jij bijvoorbeeld een oud t-shirt hebt liggen thuis of een stuk stof waar je niks meer mee doet, maar dat je niet zomaar wil weggooien, of een linnen tasje of wat het dan ook is, dan mag je dat naar me opsturen. Dan ga ik dat bedrukken met de tekst Plant Power to the People. En dan krijg je het geupcycled, bedrukt weer terug. Vertel me wat je favoriete kleuren zijn en ik ga ermee aan de slag samen met mijn nieuwe stagiair. En jij mag betalen wat je het waard vindt om je item geupcycled te krijgen. Dus dat is de actie. En wat je verder nog kan doen is bijvoorbeeld je buurvrouw die ook heel erg van mode houdt of van verduurzamen tippen dat deze crowdfunding bestaat. Want echt, alle kleine duitjes zijn welkom. Je kan al doneren vanaf €2,50. En alle kleine beetjes maken een heel groot bedrag waarvan ik weer maandenlang verder kan als kunstenaar. En heel veel mensen kan helpen, hopelijk. Dat is mijn doel. Dus zeg het voort. En als je echt niet weet waar dit allemaal over gaat, dan moet je gewoon even blijven hangen. Want na dit filmpje, direct hierna, komt de crowdfunding video nog even langs. Dus stuur het door, zeg het voort. En dank, dank, dank. Doei, doei. Hi allemaal. Mijn naam is Jessica van Deursen en ik onderzoek als kunstenaar hoe je zo duurzaam mogelijk kunt leven. Op hele eenvoudige manieren, waar je zelf invloed op hebt. Van duurzame haarverzorging, vegan eten, tot je eigen plantaardige medicijnen maken. En nu ook met mijn nieuwste kunstproject Refashion, waarmee ik ga onderzoeken hoe jij en ik zelf onze kledingconsumptie zo drastisch mogelijk kunnen verduurzamen. Want ik weet niet of jij het ook zo voelt, maar het maakt mij echt moedeloos om te zien wat de kwaliteit van kleding tegenwoordig is. Goedkope stoffen die op enorm vervuilende wijze zijn gemaakt, gemaakt door uitgebuite mensen aan de andere kant van de wereld. En we worden steeds intensiever verleid om meer van deze goedkope rommel te kopen. Het gevolg van deze fast fashion waanzin is het ontstaan van een enorme afvalberg. Wist je bijvoorbeeld dat 30% van de kleding die wereldwijd gemaakt wordt, nooit wordt verkocht en weer direct wordt verbrand? En dat we kleding gemiddeld slechts 8 keer dragen voordat we het weer weggooien? En dat, terwijl de kledingindustrie verantwoordelijk is voor zeker 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ik wil daar in elk geval niet meer aan meedoen. En toen realiseerde ik me dat eigenlijk nog maar kort geleden in de geschiedenis mensen vaak 1 set kleding voor het hele volwassen mensenleven droegen. Vaak gemaakt van duurzame, plantaardige, lokaal geteelde, weerbarstige garens zoals hennep en linnen. En als die kleding beschadigde, werd het eindeloos hersteld. En nu wil ik onderzoeken of die manier van kleding dragen ook werkbaar is in onze tijd. Daarom ben ik de afgelopen maanden druk bezig geweest met het ontwerpen van een kledingset die past in mijn drukke leven als werkende vrouw en mama. En heb ik onderzoek gedaan naar hoe ik zo duurzaam mogelijk zo'n kledingset kan samenstellen. Bijvoorbeeld door textiel te upcyclen. En ik werk daarmee samen met een aantal topambachtslieden. De kledingset die we samen maken ga ik tenminste 1 jaar en 1 dag dragen. Elke dag. Om in de praktijk, mijn dagelijks leven, te testen hoe werkbaar dat eigenlijk is om altijd maar 1 set kleding te dragen. En ook om verder te leren. Hoe herstel ik bijvoorbeeld straks mijn eigen kleding? Hoe was je kleding het meest duurzaam? Welke duurzame stoffen zijn nou echt fijn, mooi, praktisch om te gebruiken? En zoals je van mij gewend bent, zal ik mijn ontdekkingen met je delen op mijn researchblog Artifarty Life. Zodat je zelf ook mee kunt kijken en denken en doen met het verduurzamen van je kledingconsumptie.
En nu is het zover. Het is tijd om stoffen te gaan bestellen, om het echt te gaan maken. Zodat ik in het nieuwe jaar kan beginnen met dragen. Super spannend. Maar ik kan nog wel een klein financieel steuntje in de rug gebruiken. Dus ben jij ook excited om te ontdekken hoe je zelf impact kunt maken door veel duurzamer met je kleding om te gaan? Doneer dan nu een klein duitje mee aan deze crowdfund. Ik dank je alvast onwijs en tot snel! Nou, ik denk dat we wel weer wat hebben.